dat je kijkt naar de Tarot jaarvoorspellingen voor 2022. Mijn naam is Esther van Heerenbeek en ik ben astrologe bij het 12e huis. Misschien dat je mij al kent van de boeken Astrologie voor beginners, Tarot voor beginners of de maankalender sinds 2020. In deze Tarot jaarvoorspellingen ga ik een Rider-Waite Tarotkaart voor je trekken en dat geeft eigenlijk een advies aan, een ontwikkeling aan wat jij dus mag verwachten in het jaar 2022. Om dat stukje inzicht dan eigenlijk af te ronden, zal ik ook nog een Powervrouwen-dekkaart trekken voor je, wat een advies geeft of eigenlijk nog een quote die het hele jaar 2022 voor jou van belang is. En dan hoop ik dat je er iets mee kunt in het jaar 2022. Dat het je inzicht geeft, adviezen geeft en af en toe ook wel even een bevestiging geeft voor wat er het komende jaar gaat spelen. Ik zou je dan ook willen adviseren om in ieder geval ervoor te zorgen dat je gedurende het jaar deze video nog een keertje kijkt. Want dan kunnen weer nieuwe dingen weer duidelijk zijn die nu op dit moment als je het kijkt misschien nog niet duidelijk zijn. Maar wel over een paar maanden zodra het jaar eigenlijk gevorderd is. Dus kijk het altijd eventjes terug. Want dan kan het je wellicht weer eventjes een nieuw duwtje in de rug geven of een nieuw bevestigingsstukje geven. Nou, mocht je dit allemaal leuk vinden, dan zou ik het heel erg waarderen wanneer je zou abonneren op mijn kanaal en deze video ook leuk zou willen vinden. En ik heb ook een hele leuke winactie lopen wanneer ik een bepaald aantal volgers bereik, dat ik dan spirituele pakketten ter waarde van 50 euro ga verloten. Dus alle informatie vind je onderaan deze video en ik zou het super leuk vinden wanneer je daar aan mee zou willen doen. Wil je ook zelf heel graag tarot leren of geboortehoroscopen leren duiden? Of zou je heel graag willen leven in harmonie met de maan? Dan heb ik hele leuke online cursussen op de online academie van het 12e huis staan. Dan kun je in je eigen tempo, op het moment wanneer het jou uitkomt, een cursus online volgen met mijn persoonlijke begeleiding erbij. Nou, alle informatie vind je ook onderaan deze video. En mocht je nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Dan gaan we nu snel verder met de voorspelling voor jouw sterrenbeeld voor het jaar 2022. Beste leeuwen en ascendant leeuwen natuurlijk. Ook voor jou ga ik hier een kaart ter plekke trekken voor het jaar 2022. En deze moet het zijn voor alle leeuwen en ascendant leeuwen. En dat is de 4 van staven. Nou, dat wil zeggen dat je in 2022 bepaalde fases gaat bereiken. Of bepaalde resultaten gaat boeken. Hè, en bepaalde fases zult gaan bereiken. Hè. En dat kan zijn dat je letterlijk iets te vieren hebt in 2022. En dan bedoel ik wel een wat groter jubileum. Want we hebben natuurlijk elk jaar wel onze verjaardag of noem maar op. Maar dit gaat vooral over iets groters. Hè. Dus je hebt een bepaald jubileum wat gevierd kan worden. Misschien bereik je een positief resultaat. Hè. Ben je een studerende leeuw, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je je diploma haalt. Ga je voor jezelf beginnen, dan kan het zomaar zijn dat je dat op een positieve manier weet te lanceren in 2022. Maar het kan ook zijn dat je iets anders bereikt of te vieren hebt. Hè? Dat je bijvoorbeeld misschien een kindje krijgt of dat je opa of oma wordt. Dit is in ieder geval een hele mooie kaart dat aangeeft dat er in 2020 zeker iets te vieren is. Of dat jij iets bereikt waar je blij om kunt zijn. Hè? Of wat je mag vieren letterlijk. En dat is niet iets wat in je schoot geworpen wordt. Het is iets waar je waarschijnlijk ook zelf hard aan hebt gewerkt, hè, waar je misschien al heel veel tijd en energie in hebt gestoken en waar je echt ook concreet mee bezig bent geweest. En in 2022 zal dus echt dat zijn vruchten gaan afwerpen. Dus wat dat betreft is dit een hele mooie kaart. Het is daarbij ook de bedoeling dit jaar dat je ook duidelijke doelen voor jezelf stelt. Hè? Dus dat je zegt bijvoorbeeld, nou, ik wil dit en dit met mijn werk bereiken of ik wil dit en dit met mijn relatie bereiken. Ik noem maar even iets, dat je ook duidelijke doelen stelt, zodat je ook weet
waar je naartoe kunt gaan bewegen. Hè? Want dat maakt het je ook makkelijker om stappen te zetten, om plannen te maken en ook daadwerkelijk dit doel te bereiken. En op het moment dat je dan ook een doel bereikt hebt, is het ook heel goed om daarbij stil te staan en ook eens even te vieren en eens te kijken van, goh, wat heb ik nou allemaal bereikt? Want het gaat sowieso een heel onstuimig, onrustig, turbulent jaar worden. En juist dan is het goed om niet te verzanden in negativiteit of dingen die niet gelukt zijn of dingen die niet zo goed gelopen zijn. Maar juist je focus te leggen op wat heb ik wel goed gedaan, wat is wel gelukt, wat is er voor iets positiefs wel uitgekomen. En dan maak je jezelf ook het jaar een stuk positiever, een stuk prettiger. Dus het is iets waar je zelf dus invloed op kunt uitoefenen. Hè? Door ook juist steeds te kijken naar wat is goed gegaan, wat heb ik goed gedaan, wat heb ik wel bereikt, ondanks alles wat er misschien is misgegaan. En op het moment dat je je daarop focust, krijg je ook een heel ander gevoel. Hè? Krijg je ook een heel ander beeld van jezelf en krijg je ook weer meer zelfvertrouwen om door te gaan, om verder te gaan. En als je geniet, laat je ook weer positief op, hè? Zodat je weer de energie hebt om ja, weer verder te gaan met het bereiken van je doelen, met het najagen van je doelen. En op die manier, ondanks alles wat er misschien wel gebeurt, ja, positief in het leven te blijven staan. Dat is ontzettend belangrijk, want daardoor maak je het jezelf ook een stuk prettiger, een stuk positiever. En sta je ook gewoon letterlijk steviger in je schoenen. Dus ik hoop dat je dat advies ook zeker ter harte neemt, Leeuw of Ascendant Leeuw. En daarom is het ook belangrijk om af en toe deze video nog een keer te bekijken gedurende dit jaar. Want dan, ja, hè, ook al zijn het nou nog misschien onduidelijke dingen, gedurende het jaar, hè, je bent misschien specifiek met iets bezig, kan deze boodschap in ieder geval jou nog een extra bevestiging geven of weer opnieuw het inzicht geven waar het voor jou om draait in 2022. Nou, zoals gezegd ga ik ook voor jou een Power Vrouwenkaart trekken met een mooie spreuk of boodschap die jou kan helpen verder dit jaar. When one teaches, to learn. Nou, dit kan dus ook betekenen dat jij een inspiratie kan zijn voor anderen en dat jij je hoeft niet daadwerkelijk een leraar te zijn, dat kan natuurlijk wel, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Maar het wil dus zeggen dat op het moment dat jij iets doet, hè, wat vanuit jouw positieve intenties is en je gaat misschien je doelen najagen, dat je daar ook anderen mee kunt inspireren. En daarmee geef je anderen ook die inspiratie om datgene te doen wat bij ze past en waar ze zich goed bij voelen. Maar blijf daarbij ook openstaan voor wat je terugkrijgt van mensen. Hè? Want when one teaches to learn, jij kunt heel veel brengen voor andere mensen dit jaar, maar jij kunt ook weer heel veel leren van andere mensen dit jaar. En blijf daar ook voor openstaan, want dat helpt jou ook positief te groeien en te ontwikkelen. En van dit jaar gewoon een heel mooi, succesvol jaar te maken. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie bevestiging ook is van de kaart die ik zojuist beschreven heb voor jou als Leeuw. En ja, dat je dat ook ter harte zult nemen en dat ook in je voordeel zult gebruiken. Zodat je er gewoon zelf een heel mooi en succesvol jaar van kunt maken. Nou, daar wens ik je natuurlijk heel veel succes en plezier mee. Ik dank je hartelijk voor het kijken en een prachtig nieuw jaar gewenst. En ja, wie weet zien we elkaar wel weer een andere keer. Dag!